dagelijks nieuws. Tijd voor Kees de Kort, macro-econoom bij AVS Capital Management. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Kees, even kijken, ik kan zoveel dingen weer met je bespreken. Ik denk dat ik er toch eens even iets uitpik over bijvoorbeeld die brief van die... Ierland, laten we daar eens mee beginnen, met Ierland, voordat we aan die brief toe komen. De regering van Ierland heeft bekendgemaakt dat de redding van de financiële sector... dat die op de volgende manier moet gebeuren. De oprichting van een bad bank, hadden we het over, dat ze voldoende lucht krijgen. Er wordt een zwaar beroep gedaan op de Ierse belastingbetaler die al miljarden euro's heeft bijgedragen. Vergelijk nou Ierland eens met wat Nederland gedaan heeft. Ja, dat begint toch een beetje pijnlijk voor Nederland te worden. Kijk, de Nederlanders en de Amerikanen en de Duitsers zijn ook heel erg druk geweest met het vooruitschuiven, met het creatief boekhouden, met het niet onderkennen van de realiteit en met het ervoor zorgen dat er niets gebeurt. Het is allemaal niet prettig natuurlijk. Die Ieren, het punt is, het gaat om de bedragen in Ierland. Er wordt niet wat afgeboekt. De afboekingen van 50% zijn aan de orde van de dag. En er moet een supertanker met nieuw belastinggeld in gepland worden. Nou, dat is allemaal nog daar aan toe. Dieren doen het in ieder geval. En Duitsland? Ja, dat is hetzelfde verhaal. Kijk, mijn punt is alleen, denken we nou echt dat de zelfbenoemde toppers in ons land en in Duitsland, de zelfbenoemde financiële toppers, dat die nou echt zoveel beter hebben gedaan dan de Ierse zelfbenoemde toppers? Financiële wereld zijn MeToo-artiesten. Dus ik denk dat de potentiële verliezen in Duitsland, in Spanje, in Amerika niet heel veel kleiner zijn dan de verliezen in Ierland. En daar praten we echt over afboekingen van 50%. Nou, daar heb ik in heel Europa en Amerika nog niemand over gehoord. Dus ik denk dat er wat onprettige verrassingen aan zitten te komen in de komende tijd. Als we tenminste op weten te houden met het vooruitschuiven. En want de bekende kreet uit de VS, je hebt tegenwoordig twee kreten in de financiële sector. Delay en pray en extend en pretend. En dat is het gedrag geweest waar ex-dieren, iedereen mee bezig is. Ja, dan de brief van die G20-leiders waar ik net al over wilde beginnen. Dat is een brief van de G20-leiders aan Brown, aan Obama en aan Sarkozy. Dus dan denk je, ze zeggen hervorming van de financiële sector is heel erg belangrijk. En ze manen deze drie leiders tot spoed. Dat doen de G20-leiders in een brief. Je zou je kunnen afvragen, moeten ze...